Yo, kijkers van IMT, vandaag ben ik hier met een nieuw potje Rocket League. Lekker op de vrijdag. En ik dacht, ik was tijd om een potje. Wacht, hoe heet het weer? Rumble? Kijk, een flauw idee hoe dit ook weer eens heten. Wauw, goede voorbereiding. Ik heb net serieus nog geselecteerd. I want it. Oh, or not. Ik ga gewoon proberen om lekker potje weer te spelen, een keertje te winnen. Ik zie gewoon wel wat schip gaat stranden. Allah Akbar. Wat is dat? Ik denk Allah Akbar. Weet je dat? Ze is de enige met schade. Ja, dus. Again. Klein beetje schade erbij. Oké, ik zit hier met een team met hele goede spelers. Kug. Hier wat daar gebeurde, maar het ging allemaal goed. Oh god. Teammate. Jezus Christus, wat noob ben jij. Mijn schat, ik heb echt een enkel om nu gewoon op escape te drukken en leave te drukken. Gewoon weer leven tegen de teammates. Kijk, ik probeer tenminste nog wat. Maar met teammates, ik doe gewoon helemaal niks. Boom. Als we dat nog eens af en toe al deden. Dat was af en toe al eens gunstig. Af en toe moet je de team eens een beetje naar voren loggen. Sorry van de snuif af en toe, want ik ben echt knijter verkouden. Zo'n vermoeden had ik al. Dat ging gebeuren. Wie zijn schuld is dit? Jeez. Klop. Ah, die team had niet moeten vliegen. Ik ben eens die schade heeft gedaan met de hele enemy, met mijn hele team. Nou niet meer. Maar nog steeds heb ik het meeste schade. Wat probeer je hiermee aan te bereiken? Zo moet je dat doen. Veel efficiënter. Soms moet gewoon die bal lekker omlaag tikken. Pas van hartstikke hard omhoog. Move, jongens. Ik wil eigenlijk het liefst even die bal aan die andere kant houden. Oeh, lekker teammate. Lekker. Oeh, die had ik niet zien aankomen. Zo, doen we dat even. Oké, perfecte mentos. Teammate. Are you freaking serious? Oh, wauw, landt hij precies op mij. Zo, even zo. Zo, als ik weer om ga snuiven. Lijkt echt zo annoying om naar te luisteren. Niks meer aan doen. Wat wel heel mooi een assist. Ik wil hem eerst nog nakken. Maar ik denk, nee, laat me niet zo klootzak zijn. Oh, dat is ook echt puur luck. Puur luck. Dag, remmen. Niks meer doen. Remmen. Dat is alles wat ik nog hoef te doen. Ik blijf even lekker achter staan. En we wachten. Oh, natuurlijk wel voor balcamera's. Dat is natuurlijk wel niet zo makkelijk. Dan gaan we even snel terug. Teammate, je stond er niet echt een bepaald gunstig voor. Dan moest ik even wegtikken om je even wakker te maken. Teammate, wat je ook doet, laat hem niet bij ons op het veld landen. Dan gebeurt er nog niks. Teammate, verkeerde kant op. Dit is dus het risico wat je ervan overhoudt. Het is wel een mooie redding. Nee. Daarom moet je dus zo snel mogelijk naar die andere kant toe spelen. Echt altijd zo snel mogelijk. Oké. There it goes. Lekker jeuk rondom mijn oor. Dat is wel fijn in Rocket League. Ik kan geen boost gebruiken. Zo. Dat noemen ze nog eens een keer een mooi bal weg, tikketje. Wow, teammate. Wat jij daar dan? Oh, er zit een enemy in de weg. Ah, tikje van enemy. Daar word ik hier niet zo heel erg vrolijk van. Natuurlijk ook niet zo logisch. Even kijken, die bal moet zo snel mogelijk naar de andere kant. En niet bij ons op het land komen. Nou, dat is wel heel mooi gebeurd.
Jongens, ik weet niet wat jullie doen, maar ik maak een mooie omhaal. Die bal. Die dient de andere kant op te gaan. En die dient niet aangeraakt te worden door de enemies, de teammates zelfs. Dat dient wel heel leuk te gebeuren af en toe. Dus dat heeft alleen maar grappig. Teammate, waarom tik je hem nou juist net aan? Op het moment waar het niet echt gunstig uitkwam. Dat is de enemies schuld. Wat je ook doet, hij moet hier gewoon ontploffen. Teammate. Why? Hij had er zo mooi bij ons in kunnen gaan. Oh, maar goed ook dat het nu gebeurt. Gewoon aftikken, Jap. Oké, allebei de partijen kunnen nu heel makkelijk scoren. Wat er nu ook gaat gebeuren. Hij mag niet hierin komen, maar bij de enemies moet hij erin. Maar gewoon gaat zo groot mogelijk. Weet hoe zo dat de ket erin gaat. Alleen, een heel klein beetje uitkijken. Want hier wordt het ook gevaarlijk. Nee, teammate, wat doe je? Je speelt er precies naar de gevaarlijkste hoek waar je naartoe kunt spelen. Er gebeurt nog niks mee. Alhoewel. Teammate. Jij verneukt het gewoon echt constant, hè? Nou, even zo. In de hoop dat hij er ergens in komt. Maar dat doet hij dus niet. Want de teammate die tikt hem weer weg. Teammate, had hem gewoon laten gaan. Dat is veel makkelijker. Nou, zitten we in deze benarde situatie door jou. Is niet zo'n hele fijne situatie. En waarom krijg ik geen save? Terwijl ik echt knijt had een save maak. Teammates. Jullie hebben echt alles verneukt. Ik had de meeste schade. Jullie hebben geluk door die redding en die goal. Dat jij eerste staat. Maar ik heb gewoon serieus het meeste gedaan. Nou, voor deze vrijdag had ik weer genoeg voor Rocket League. Ik ben heel klaar met dit spel op dit moment. Ook zijn de enemies. En daar zijn mijn teammates. Van blijf een like achter. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg.